SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Soccer Tempel uit Emmeloord en Alpha Producties uit Urk. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd gespeeld op zaterdag 20 april 2019 tussen Urk en Sparta Nijkerk, de hoofdklasse B. Vooraf was er nog een bloemetje voor Hesselsnoek die een aantal weken geleden tegen SSC Putten zijn 200ste officiële wedstrijd speelde voor Urk. Hier onze pupil van de week, Pieter Korf, die de verdediging van Sparta Nijkerk omspeelt. En schitterend binnenschiet bij de doelman van Sparta Nijkerk. Dan nu de wedstrijd. We zijn een minuutje of 4-5 onderweg. Sparta Nijkerk aan de linkerkant er vandoor gaat. En dan komt er een schot op doel en een foutje van Richard Strijker, de doelman van Urk. En dan is het 0-1 in het voordeel van de koploper van de hoofdklasse B, Sparta Nijkerk. Doelpunt gescoord door Brian Burghout. Dan maken we opnieuw een klein stapje in de wedstrijd. Kleine 20 minuten gespeeld. Sparta Nijkerk dat tot dan toe de bovenliggende partij was, opnieuw de aanval zoekt. En dan is het bij de tweede paal de nummer 15, Rob Diederik, die de ploeg uit Nijkerk op een 0-2 voorsprong zet. En dan lijkt het toch op een afstraffing te worden voor de ploeg van Richard Karabelt. Een schot, maar dan weer een hele goede redding van Richard Strijker. Schitterende weersomstandigheden op Sportpark de Vormt. Heel veel toeschouwers. Die zien dat Urk zo langzamerhand toch het initiatief naar zich toe trekt. Maar hier is het vlak voor rust, een schot van Rikold Nijntjes. Maar dat belandt jammer voor Urk op de paal. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Soccer Tempel uit Emmeloord en Alpha Producties uit Urk. 0-2 tussenstand dan bij de rust en dan gaan we verder met de tweede helft. Johannes Schrijver met een crosspas naar de linkerkant naar William de Boer. Maar de doelman van Sparta Nijkerk kan die bal simpel onderscheppen. Ze hebben de 57e minuut. Een corner is voor Urk. Urk dat in de tweede helft veel meer energie in de wedstrijd legde. En dan is er plotseling een fluitsignaal van scheidsrechter Berben. Die Urk een strafschop geeft. Dat is natuurlijk een prooi voor Rikold Jambrans. Die stuurt de keeper de verkeerde kant op en brengt Urk terug in de wedstrijd. 1-2. En dan zijn er nog ruim 30 minuten te spelen. En heeft Urk natuurlijk alle kans om te gaan voor die gelijkmaker. En de ploeg ging er ook voor. Hier is het Dick Hakvoort die Rikold Jambrans inspeelt. Komt er een voorzet. Dan is het Lucas Schraal die ingevallen is. En dan is het Hesselsnoek die de gelijkmaker achter keeper Hogewoning schiet. Urk helemaal terug in de wedstrijd. 2-2. En dan hebben we 66 minuten gespeeld. Maarten Dijkhuizen eveneens ingevallen in de tweede helft voor de geblesseerd geraakte Klaas Kramer. Speelt in puikenpot. Er zit Rikold Nijntjes. Passeert een mannetje of 3-4. Op de buitenkant dan is het Gerrit Tol en zijn schot gaat er hoog over het doel van de doelman van Sparta Nijkerk. Is het opnieuw Urk? Heel vroeg druk zetten op de ploeg van Sparta Nijkerk. Hij had er duidelijk moeite mee. Jan Versloten, Rikold Jambrans. En een schot van Rikold Nijntjes en dat gaat een half metertje naast het doel van Sparta Nijkerk. Dan had het zomaar 3-2 voor Urk kunnen zijn. Diezelfde Rikold Nijntjes met een hoekschop. Wordt voorgebracht. Een half mistasten van de doelman van Sparta Nijkerk, maar die kan zichzelf herstellen. Zo gaan we langzamerhand richting het eind van de wedstrijd. De slotfase de laatste 10 minuten. Er ontspon zich een heerlijke wedstrijd met twee ploegen die vol op de aanval gingen. Hier is Hesselsnoek de voorzet. De kopbal van Lucas Schraal gaat een metertje naast het doel van Sparta. Dus is het nog steeds 2-2. Is het opnieuw Rikold Nijntjes. Bal naar de buitenkant. Hesselsnoek. Bal afkapt en dan met links voorzet. De bal is opnieuw een prooi voor de doelman van Sparta Nijkerk. We zijn al aanbeland in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Hier
Dus is Sparta Nijkerk in de aanval. Dat is de verdediging van Urk die dit keurig oplost. Riekeltjan Brands over de linkerkant. Vermoeidheid begon ook een rol te spelen bij de spelers van beide ploegen. Hier is de ingevallen Gilbrano Plet namens Sparta Nijkerk. Deze gevaarlijke voorzet wordt gepakt door Richard Strijker. Riegelt Nijntjes. Die opent op Gerrit Tol. En zo lijkt deze wedstrijd uit te draaien op een 2-2 gelijkspel. Maar dan zijn we aanbeland in de vierde, vijfde minuut van blessuretijd. Als hier Donny van der Wal zo door kan lopen en de 2-3 voor de gasten uit Nijkerk op het scorebord kan zetten. Grote teleurstelling natuurlijk bij Urk, die nog protesteert voor een overtreding op Benny Dunnik. Maar scheidsrechter Berben wil daar helemaal niets van weten. En zelfs de bankspelers van Sparta Nijkerk zijn het veld opgekomen om het doelpunt te vieren. Wat rest voor Urk is dan nog 1 à 2 minuutjes waarin geprobeerd kan worden om alsnog de 3-3 op het scorebord te krijgen. Maar dat wil niet lukken. En zo wint Sparta Nijkerk deze wedstrijd tegen Urk met 2-3. Kunt u nog luisteren naar de interviews met de beide trainers en een kort interview met Hessel Snoek. Naast mij Erik Speelziek, de trainer van Sparta Nijkerk. Erik, wat een ontlading bij dat uiteindelijke doelpunt van Van der Wal. 3-2. Ja, maar bedoel, hij kon op het laatste stuk alle kanten op. We hadden hem ook kunnen verliezen op het eind. En ik zei net nog tegen Richard. Ik, in de 9e minuut zag ik zo naar hem zo een beetje te lachen. Van ja, wat moet je nog met die wedstrijd eigenlijk? Want we hebben als trainer nog geen invloed meer in die laatste 3 minuten. Want het was een soort flippenkast. Hij ging van links naar rechts. Dus als je dan in één keer... ook een goal die je zelden ziet eigenlijk. Gewoon die zomaar in één keer door kan lopen weer. Terwijl net daarvoor kon hij ook bij ons, konden ze ook doorlopen. Spelers waren toch een beetje aan het eind van de Latijn. Ja, dan ben je wel heel blij. Ja, want vooraf zei je van, ja, dit kon wel eens een van de moeilijkste wedstrijden worden. We kijken wedstrijd tot wedstrijd, maar hier winnen straks. Dat geeft ons een extra boost naar dat kampioenschap. Vraag, hoe kun je zo een eerste helft waarin... Nou, laat ik het misschien een beetje overdrijven, maar waarin Sparta Nijkerk op dit niveau hogeschoolvoetbal speelt. Tactisch goed, technisch goed, alles klopte. En dan de tweede helft het zo uit handen geven. Wat is het verschil in die twee helften? Er zijn best wel veel oorzaken voor, denk ik. Maar er is natuurlijk ook een oorzaak voor dat Richard het met Urk anders ging doen. En het kantelde al een beetje voor de rust, hoor. Dat ze hun middenvelders gingen wat dieper spelen. Toen nog in de as, zeg maar. Toen schoot ze ook een keer op de paal. Dus ik was in de rust ook niet... Ik zei ook tegen die jongens, je moet een derde goal maken. Want anders wordt het nog heel lastig. Nou ja, na rust. En ik zei tegen Richard, dat deed heel goed. Dat heeft nog geen enkele ploeg gedaan. Hij ging met zijn middenvelders iets anders spelen. Daar hadden we echt last van. En we hebben lang, misschien iets te lang gewacht om dat om te zetten. Ook met vier middenvelders te gaan spelen. Om de zijkanten beter bezet te houden. Ik ben dan altijd een beetje bang dat de backs van de tegenpartij te ver door kunnen lopen. Maar ja, dat eerste half uur, dus na rust, was echt voor Urk. En dat is ook hun verdiend. Kijk, het is niet alleen dat wij dan... Bij ons hebben ook wel veel jongens wat last van pijntjes al een aantal weken. Dus die rustpauze komt ons goed uit. Maar het is ook de verdienste van Urk natuurlijk. Want ongelofelijke vechtlust. En uiteindelijk dan win je met 3-2 in die blessuretijd. Ja, ik zei het al, je keek heel erg op tegen deze wedstrijd. Achteraf, ja, die opluchting op het veld. Ja, daar zul je vanavond ook nog lekker van gaan genieten, denk ik, hè? Ja, dat is wel heel lekker dit. Omdat je dan... het zit er niet meer echt in of zo. Hij kan vallen, maar hij kan ook voor Urk vallen. En nadat wij het met z'n vieren gingen spelen en met de wissels... hadden we iets meer evenwicht, zeg maar. Maar nog steeds vond ik dat de spelers van Urk... vaak ook de duels wonnen. Maar dat is ook hun verdienst. Hè? Dus hier winnen is, zeker voor een ploeg die wil voetballen, is niet zo makkelijk, hoor.
Nee, en dat Sparta-Nijkerk wat die laatste weken in een echte flow zit. Hè, want volgens mij 7 competitiewedstrijden zonder nederlaag, 2 bekerwedstrijden tussendoor. Dat betekent 9 wedstrijden ongeslagen. Heel groot scorend vermogen. Dat moet heel positief zijn ten opzichte van de komende wedstrijden richting het kampioenschap. Nou ja, we staan bovenaan. Dus we hebben de meeste kansen, denk ik. Maar het is nog echt niet gespeeld. En wat wij vooral doen is ons focussen op het voetbal. Dat lukt soms best goed, zoals de eerste half uur vandaag. Je kan wel tegen die spelers zeggen, je moet winnen, je moet dit en je moet dat. Maar ze kunnen zich het beste maar focussen op wat ze eigenlijk moeten doen. Dat hebben ze heel goed gedaan de eerste half uur. Dat vond ik echt dat we goed speelden, wat je ook zei net. Maar dan nog, er zijn ook andere elementen in het voetbal die gewoon een doorslaggevende rol kunnen spelen. Dat hebben we vandaag maar weer eens gezien. We zullen de komende weken zien. Heel veel succes met Sparta-Nijkerk en misschien kampioenschap. En wat dat betreft hopelijk niet het volgend jaar wat jou betreft, wat ons betreft wel. Want dit elftal zo zien voetballen, daar kunnen wij ook van genieten. Dankjewel. Nou, ontzettend bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Richard. Een wedstrijd met 2 gezichten. Voor het publiek in ieder geval. Laten we beginnen bij het eerste gezicht, de eerste helft. Waarin, zoals ik net zei, Sparta-Nijkerk heel goed voetbalde. Wat zij het goed deden, dat was wat jullie zo graag wilden, hoog druk zetten. En daar kwamen jullie niet onderuit. Nee, dat klopt. Ik vond de eerste half uur was Sparta echt supergoed. Ik heb nog niet een ploeg zo goed zien spelen dit seizoen als het eerste half uur Sparta. En met heel veel beweging. En die tweede goal ook die ze maken, die was van dusdanige schoonheid dat je bijna als tegenstander zou klappen. Dat doe je niet. Ja, maar goed, ze speelden heel goed voetbal. En wij hadden moeite met al die bewegende mensen. Dan moet je elkaar heel goed coachen. Ze hadden natuurlijk wel even het gelukje mee dat ze op een voorsprong kwamen. Wat ons betreft ongelukkig tot stand komt. Hè, en dan heb je even de wind mee op dat moment. Nou goed, en heel langzamerhand zag je ons steeds herstellen. En waar ik heel erg blij mee was de eerste helft, is dat we niet weg gingen schieten, niet wild gingen doen, maar dat we steeds probeerden om te voetballen. Hè. En dat is wel eens lastig voor het publiek om naar te kijken, maar gewoon rustig blijven en proberen en langer in balbezit blijven en zorgen dat je op die manier ontregelt. Kijk, het ontregelen achter de tegenstander aanlopen, dat is niet mogelijk, maar langer in balbezit blijven, dat is wel mogelijk. En dat deden we geleidelijk aan steeds beter. Nou, en dat in de laatste 7-8 minuten kregen we 3 kansen. Ja, goed, en toen merk je al een beetje dat we daar wat grip op kregen. Maar ja, was dat schot van Rikkel Nentjes uiteindelijk tegen de paal, was dat zo'n voorbeeld wat de omslag geweest kan zijn? Ja, daarvoor kreeg Hessel een grotere kans. Hè. Die schiet hij over. Kijk, Rikkel is dan een afstandsschotter. Dat is altijd een kans of een mogelijkheid. Ja. Maar ik vond met name ook dat we heel langzamerhand richting hun goal kwamen in het positiespel. En dat hebben we gewoon van ons de laatste weken gewoon niet zo goed meer gezien. En dat heb ik ook in de rust gezegd. Van, het is veel beter als dat je denkt, jongens. Je speelt vrij aardig, alleen je speelt tegen tegenstander die echt heel goed is. En dan zeg je, die tweede helft, iedereen heeft genoten. Ja, dat het uiteindelijk niet resulteert in een positief resultaat daar en toe. Maar eindelijk weer een urk waarvan je zegt van, daar komen wij voor, die tweede helft. Ja, ook de eerste helft. Kijk, ik ben trainer en ik wil iedereen hebben dat ze zo goed mogen spelen. En we willen elke week goed spelen. Maar dan dus winnen of verliezen is natuurlijk ook altijd belangrijk. Maar ik kan hier echt van genieten. Zoals we vandaag de tweede helft dat ook hebben doorgezet. Dat we ingespeeld hebben, doorgebogen. Erik geeft aan dat we iets anders zijn gaan doen. Maar wij willen eigenlijk altijd mensen aan de zijkant krijgen. Hè? En het speelveld uit elkaar trekken. Nou, en dat lukte. Het speelveld uit elkaar. Grote ruimtes om positiespel te spelen. Nou, dat deden we vrij behoorlijk. En ja, dan krijg je een strafschop. Ja, en dan gaat er nog meer geloof in komen. Het was niet zo dat we die strafschop nodig hebben omdat we dan beter gingen spelen. Maar goed, in de stand is het natuurlijk wel makkelijk als je naar het scorebord kijkt en er staat 2-1 op het bord. Bij 2-2 dacht je hetzelfde wat jouw collega Erik Speelsiek net zei van, nou prima, laat het maar 2-2 blijven, want het zat er van beide kanten in. Dacht je toen van, 1 puntje is genoeg? Nee, maar ik denk dat juist allebei niet hadden. En wat hij al zegt, we kijken elkaar aan in blessuretijd en we lachen naar elkaar. En er was geen ploeg meer te coachen. Hè. Allebei wouden we de volle winst en wij krijgen een hele grote kans volgens mij met Gerrit daarvoor. En in de tegenaanval gaat hij een andere kant erin. Dus op dat moment, hun willen aanvallen, wij willen aanvallen. We wouden allebei vol voor de winst gaan. Hè. Dus we koesterden geen even tweeën, denk ik, dat punt. Ja, goed, en voor ons viel die ongelukkig op dit moment. Voor hetzelfde geld, dan maken wij hem en dan
gaan wij winnen van het veld af. En gelijkspel was terecht, dus de ongelukkigste die heeft verloren. Uiteindelijk, ja, ik volg nog wat wedstrijden waar jullie eigenlijk voetballen voor des keizers baard, om het zo te zeggen. Want kampioen worden zit er niet meer in. Periodekampioen overnemen van een ander, dat zit er ook niet meer in. Met andere woorden, die zesde plek uit mijn hoofd, die is zeker. Geeft dat extra moeilijkheden met motivatie of ga je speeltechnisch al aan het nieuwe seizoen denken? Ben jij een Urker? Nee, ik ben geen Urker. Ja, volgens mij doet geen Urker rustig aan namelijk. Ik ben ook geen Urker, maar volgens mij doet geen Urker rustig aan. Maar motivatie is natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel van het spel. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar laten wij vooral, en dat heb ik al eerder gezegd en de laatste keer hier ook nog, laten we gewoon trots zijn met wat we doen en waar we mee bezig zijn. En laten we zorgen dat we nog veel meer van dit soort wedstrijden spelen als dat we vandaag hebben gespeeld. En dan laat je het publiek genieten. En dat is waar voetbal om gaat. Hè. Dat roepen we altijd. Nou, wij zijn niet in de problemen gekomen naar onderaf. En het is jammer dat we nu afhaken naar boven. Maar dat wil niet zeggen dat wij zomaar rustig een seizoen uitspelen. We willen gewoon lekker voetbal zien. En zoals vandaag. Met andere woorden, de aanwezigen hier die kunnen erop vertrouwen dat de komende thuiswedstrijden een soortgelijk Urk zien. Zoals wij de tweede helft hebben gezien. Richard, veel succes daarbij met het laatste stukje van de competitie. Dank je wel. Daar Hessel, gefeliciteerd met die 200e wedstrijd. En van tevoren hadden wij het er even over. De laatste weken sta je droog. Wat zou het mooi zijn om in deze wedstrijd dan toch een doelpunt te maken. Dat is gelukt. Ja, zeg, vraag niet hoe, maar Achingeren. Gelukkig wel. Goed, maar een klein beetje stilte mag vast wel, hè. Weet jij zelf nog wanneer die eerste officiële wedstrijd was van deze 200? De echte eerste weet ik niet, maar ik weet wel wanneer het debuut was. Dat was naar Hans de Schulding in IJmuiden, een toernooi, om een zilveren tral, toernooi of zoiets, tegen Stormvogels. Dat klopt, dat was op 6 augustus 2011 en toen speelde jij je eerste officiële wedstrijd. Je scoorde in die 200 wedstrijden 76 doelpunten, met ook nog een keer 40 officiële oefenwedstrijden. Hessel, als je erop terugkijkt, wat is nou een periode dat je zegt van... Dat was voor mij eigenlijk het hoogtepunt uit mijn carrière tot nu toe. Oeh, nou, dan vraag je wat. Ja, het hoogtepunt was natuurlijk wel de wedstrijd Flevo Boys en Ajax. Dat zijn natuurlijk de hoogtepunten die wij persoonlijk hebben meegemaakt. En dat is een dieptepunten. Nou, ken ik niet echt. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Heb je ook momenten gehad dat je denkt of in periodes van nou, ik hoop die niet meer mee te maken? Nee, ik ben altijd wel heel nuchter overal en dus alles wat er gebeurt laat ik snel langs me heen zakken en dan kijk ik gewoon weer een week vooruit en dan zien we alweer. En dan jouw plaats in het elftal. Ik heb me even laten informeren. Toen jij begon als voetballer, klein mannetje, begon je als rechtsback. En langzamerhand rechtsbuiten, om het zomaar in oude termen te gebruiken, en later centrale spits. Als je daar nou op terugkijkt, hoe zie jij je eigen ontwikkeling daarin? Ja, ze zeggen wel dat je moet onderaan beginnen. Dus onder dat lijstje staat de keeper, maar dat heb ik helaas niet gedaan. Nou, dan begin je in de verdediging en stukje bij stukje gaat het beter. En dan kom je zachtjes voorin terecht. Ja, ja. Nou heb je ook een jaar of wat geleden, zei je op een gegeven moment van... Nou, ik ben aan mijn laatste seizoen bezig. Ik begin eraan te denken om te stoppen. Klopt, hè? Hoe denk je daar nu over? Ja, dat was toch in de wilde jaren, zeggen we dan. Nee, af en toe dan dacht ik erover na, maar dat is al lang weer uit het hoofd verdwenen. En nu kijk je alleen nog maar vooruit en dan heb je alleen nog maar plezier in de sport. En dan denk je totaal niet te staan stoppen. Is dit seizoen daarin een hoogtepunt? Was ja, buiten de uiteindelijk misschien wel tegenvallend, maar een hele goede prestatie neergezet? Ja, zeker. Dit is wel een hoogtepunt wat je wil bereiken met Urk. Gewoon meedoen daar in die top en zo lang mogelijk daar blijven. En dat zit er ook in. En misschien dat het volgend jaar iets beter gaat. Nou, ben jij een voetballer die altijd opvalt? Hè? Je bent een aanvaller. Je bent een veelscorende spits. En dat betekent dat er van buitenaf altijd wel gekeken wordt naar andere ploegen. Die gaan informeren zo van, nou, niet geschoten altijd mis. Die willen we graag inlijven. Ja? Er zijn voorbeelden in het huidige team die dat gedaan hebben. Ben jij wel eens benaderd door een andere ploeg om daar te gaan voetballen? Ja, één keer. Maar mijn antwoord was heel snel nee. Wij gaan hier niet vandaan natuurlijk. Dus jij blijft op Urk en als je dat niet doet, dan zeg je van...
Ja, ik weet niet wat ik daar moet zeggen. En dat is in ieder geval zich natuurlijk. Maar ja, als je hard tegen de purk is, dan moet je er ook blijven. Goed zo. Heb je misschien nog als allerlaatste uitsmijter een anekdote waarvan je zegt van nou, dat was toch wel iets heel bijzonders in mijn carrière wat ik wil benoemen? De 5-0 tegen Flevo Boys. Oké, 5-0 tegen Flevo Boys. Nou, laat die een vervolg krijgen in de komende jaren. Hessel, dankjewel. Dan moet je degraderen. Nee, dat hopen we van niet. In ieder geval, ik hoop je nog heel vaak in het eerste van Urk te mogen zien voetballen. En dat hopen veel mensen met mij. Dankjewel. Ik zou zeggen, op naar de 300. Kom goed.